والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعوه فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، beste broeders en zusters. Vorige keer hebben we een glimp gezien van de leefomstandigheden van het Arabische Schiereiland. We hebben gezien het polytheïsme en de bedoeling eigenlijk van deze afgoden, waarom deze afgoden er effectief waren. We hebben ook gezien de situatie van de vrouw. We hebben ook de situatie van de kinderen, hè, een klein beetje weergegeven. En bijvoorbeeld hoe dat ze levend werden begraven. En in het bijzonder de dochters. Het onrecht en de verschillende stammenoorlogen die er op dat moment waren. En er zijn zoveel andere zaken die we eigenlijk kunnen opsommen, maar waarvoor de tijd te kort is. Laten we nu kijken naar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam die in het huis van Abu Talib zal opgroeien. Zoals jullie weten, op zijn 8e jaar verloor hij zijn grootvader. En hij komt dus in het huis van Abu Talib terecht. En hij zal daar eigenlijk, zoals elk kind misschien, ja, toch wel denken aan de momenten, aan de dagen, ja, van zijn moeder bijvoorbeeld, maar ook van zijn grootvader. En als we gaan kijken naar Mohammed, dan zien we wanneer hij 8 jaar oud is, wil hij uiteindelijk gaan werken. Hij wil gaan werken om zijn oom te helpen. Want hij kon het niet aanvaarden om een last te zijn voor zijn oom Abu Talib. Zijn oom Abu Talib, die tevens enorm veel kinderen had in huis. Dus wat doet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Hij gaat werken en hij zal uiteindelijk schapenhoeder worden, zoals we vorige keer ook hebben vermeld. Wanneer Mohammed sallallahu alaihi wasallam vervolgens 12 jaar oud wordt, zal hij op handelsreis gaan met zijn oom Abu Talib. Maar eigenlijk het mooie van het verhaal is dat wanneer Mohammed sallallahu alaihi wasallam samen met zijn oom naar Sham zullen vertrekken, hij eigenlijk wordt verwittigd. Abu Talib wordt verwittigd onderweg naar Sham door een monnik. En deze monnik die heet Bahira. Sommigen noemen hem Buhaira. En wat doet deze Bahira? Hij zal uiteindelijk tegen zijn oom Abu Talib zeggen van pas op voor deze jongen, want deze jongen zal een heel belangrijk iemand worden. En pas op, want als de mensen weten wat ik weet over deze jongen, dan zullen zij hem nog misschien bepaalde dingen kunnen aandoen. Met andere woorden, ze zullen hem misschien wel kunnen doden. Eigenlijk, het rare is, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die van jongs af aan, eigenlijk zoals we vorige keer ook al hebben gezegd, wordt klaargestoomd. Klaargestoomd om uiteindelijk het profeetschap in ontvangst te nemen. Waarom zou Mohammed gedood worden? Waarom zijn de mensen allemaal op uitkijk? Ja, natuurlijk, want de tijd van de laatste profeet was aangebroken. Mensen wisten effectief dat er een nieuwe profeet, yani, zal elk moment kan tevoorschijn komen. En wie zal deze laatste profeet zijn? Wie zal deze nieuwe profeet zijn? Uiteraard dachten de Banu Israël ook wel dat de laatste profeet vanuit hun midden zal tevoorschijn komen. En hoogstwaarschijnlijk dachten andersgelovigen ook wel dat deze laatste profeet uit hun midden zal tevoorschijn komen. Maar vervolgens kwam deze laatste profeet uit het midden van de Arabieren. Misschien wel net die mensen die het helemaal niet hadden gedacht. Maar dus Mohammed sallallahu alaihi wasallam vervolgt uiteindelijk zijn leven verder bij Abu Talib in huis. En op zijn 15 jaar zal hij meehelpen. Meehelpen tijdens een aanval. Een aanval van een van de stammen die eigenlijk de Mekkanen kwam aanvallen op een manier die niet rechtvaardig was. En Mohammed sallallahu alaihi wasallam leert hier in principe ook wel aan de andere kant van het verhaal wat oorlogstactieken waren misschien. Hij zal mee bijvoorbeeld de pijlen scherpen en hij zal inderdaad mee zijn aandeel hebben in deze oorlog wanneer hij nog maar 15 jaar oud is. Maar dit wordt heel snel, 3 jaar nadien, wanneer hij 18 is, zal hij uiteindelijk aanwezig zijn tijdens een alliantie. Een alliantie waarop de verschillende Arabische stammen delen hierin mee. En wat doen ze?
eigenlijk, in het Arabisch zegt men al-hilf of hilf. En deze hilf is eigenlijk een samenzwering. Een samenzwering van de verschillende stammen om de vrede te kunnen bewaren. Hij zei ook tegen de metgezellen later, na zoveel jaar, zei hij tegen hen, ik was vroeger, toen ik jong was, was ik aanwezig tijdens een samenzwering. Ja? En ik heb deze meegemaakt. En deze samenzwering was er tussen de verschillende Arabische stammen. En deze was er inderdaad om het onrecht te bestrijden. En hij zegt, moest ik vandaag de dag ertoe worden uitgenodigd, dan zou ik daar mee instappen. Met andere woorden, om het onrecht te kunnen bestrijden. In het verdrag stond eigenlijk dat eender welke stam op onrechtvaardige wijze zou worden aangevallen, dat de andere stammen, die de samenzwering uiteindelijk niet dienden, dat zij deze stam die onrechtvaardig is, op de vingers zou tikken. En desnoods zelfs zal ten strijde trekken tegen hen. Hier leert de profeet Mohammed Sassam eigenlijk op jonge leeftijd al hoe aan vrede te werken. Hoe misschien verdragen tot stand zouden kunnen komen en dergelijke. Nu, de profeet Mohammed Sassam is nu stilaan een twintiger aan het worden. Maar de profeet Sassam, zoals wij allemaal weten, is niet enkel gestuurd naar de Arabieren. Maar de profeet Mohammed Sassam is gestuurd naar alle werelden. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. En we hebben jou slechts gezonden als een rahma, als een genade voor alle werelden, voor iedereen, voor alles wat bestaat. Dus hij zal effectief moeten gaan kennismaken met andere culturen, andere gewoontes, andere mensen. Want Allah zegt inderdaad, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dus wat gebeurt er? Hij zal gaan werken voor Khadija radiyallahu anha. En nu is hij ongeveer 22, 23 jaar oud. En het zal hem worden voorgesteld door zijn oom Abu Talib zelf. En hij zal effectief ook voor haar of in dienst van haar gaan werken. Vergeet niet dat Mohammed Sassam een bijnaam had. Een bijnaam had hij verworven. De bijnaam die hem werd gegeven was Mohammed al-Sadiqul Amin. Of Mohammed al-Amin. Met andere woorden, Mohammed de meest betrouwbare. De waarachtige. Niet zoals in onze tijd bijvoorbeeld. Wij hebben ook bijnamen. En we horen dat toch van jongeren. De ene noemen ze de kikker, plathoofd, de leugenaar. Sommigen zelfs noemen de andere schaap. Of bumperkop enzovoort. Waar ga ik het allemaal naartoe? Maar Khadija radiallahu anha had gehoord van Mohammed al-Sadiqul Amin, die in Mekka verbleef. En ze wilde inderdaad graag met deze persoon kennis maken. En wat doet ze? Ze zal hem uiteindelijk ook in dienst nemen. Pas op, want Khadija radiallahu anha was niet zomaar een vrouw. Een vrouw die effectief al twee keer getrouwd was en waarvan twee keer de man eigenlijk gestorven was, waarvan ze in elk huwelijk twee kindjes heeft gehad. Maar zij was een zeer slimme en wijze vrouw. Zij zal Mohammed, als ze hem voor zijn zelfs in dienst neemt, ze zal eerst heel veel navraag doen. Ze zal uiteindelijk hem op de proef stellen. Ze zal hem niet zomaar met al haar rijkdom laten handelen. Helemaal niet. Maar ze zal hem misschien wel twee of drie keer op een mini-reis sturen. Een mini-handelsreis, laten we het zo noemen. En ze zal uiteindelijk ook iemand meesturen met hem. En deze jonge man, die wordt meegestuurd met Mohammed, was Maysara. En deze Maysara heeft enorm veel zaken gezien van Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Zag hoe eerlijk hij was, hoe oprecht hij was, hoe uniek hij was. Ja. En waardoor hij uiteindelijk terugkeerde en hij zegt, ik zweer u bij God, o Khadija. Nooit heb ik zo'n eerlijke, goede, zachte man gezien. De winsten die hij maakte zijn van ongezien niveau. Nu, nadat zij zeker is dat deze man betrouwbaar en uniek is, zal ze hem op pad sturen. Ik bedoel daarmee Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Ze zal hem op pad sturen met de grootste karavaan die je maar kon bedenken op dat moment. Hij zal uiteindelijk naar Sham gaan. Hij zal dus naar Groot-Syrië gaan. Hij zal met enorm veel winsten terugkeren, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Maar als je oplet, is het alsof Allah subhanahu wa ta'ala hem reeds op jonge leeftijd laat kennismaken met Jemen en Syrië. En ja, waarom Jemen en Syrië? Weet dat in Jemen dat daar de Perzen aanwezig waren. En weet dat in Syrië dat daar de Byzantijnen aanwezig waren.
Dus alsof hij reeds laat, Allah zal hem reeds laat kennis maken met hen, want later zal hij ook te maken hebben en te maken krijgen met verschillende andere volkeren. Khadija radiallahu anha zal uiteindelijk na deze reis naar Syrië, naar Groot-Syrië, iets voelen voor de jongeman Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En eigenlijk, wat doet ze? Zoals we altijd zeggen, je kan niet lang iets voor jezelf houden. Ja? Je wilt snel en heel graag dit delen met anderen. Wanneer je effectief misschien wel iets voelt voor iemand. En dat deed zij ook. Dat deed zij uiteindelijk met haar vriendin Nafisa. Ja? Een heel goede vriendin van haar. Nu, wat doet uiteindelijk Nafisa? Zij gaat naar Khadija radhiyallahu anha en ze zegt, o Khadija, zou je graag willen trouwen met deze man, met Mohammed? Waarop Khadija heel duidelijk laat weten aan haar, natuurlijk, waarom niet? Waarop uiteindelijk Nafisa bint Umunia zal vragen aan Khadija of dat zij dit mag, klaarspelen. Weet natuurlijk, Khadija radhiyallahu anha heeft verschillende mensen, verschillende mannen over de vloer gehad. Ja? Ze kent enorm veel mannen die de hand zijn komen vragen van haar. Ja? Maar deze Nafisa bint Umunia, ja? Of bint Umunebbe, liever gezegd, zal uiteindelijk ervoor zorgen dat Mohammed zelfs de hand komt vragen van Khadija radhiyallahu anha. Ze stapt naar hem toe en ze zegt tegen hem, en dus Nafisa zelf zegt tegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam, o Mohammed, ben je niet getrouwd? En waarop hij natuurlijk zegt, nee, natuurlijk ben ik niet getrouwd. Waarop ze zegt, en waarom zou je dan niet trouwen? Waarop Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegt, en wie zou er dan met mij willen trouwen? Waarop ze zegt, Khadija misschien. Waarop hij zegt, heeft ze dat dan gezegd? Waarop ze zegt, nee, maar ik kan het wel eens vragen aan haar. Ja? Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam duidelijk liet weten dat hij eigenlijk dit wel zag zitten. Pas op, dit huwelijk was gebaseerd op een sterke fundering. De leeftijd was misschien niet gelijk. Hè? Volgens alle overleveringen is Khadija radiallahu anha ouder dan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hij was 25 en zij was er 28 of 40 of iets daartussen. Maar in alle geval, zij was wel iemand die hem lang genoeg heeft getest. Zij was niet gewonnen voor zijn lange mooie wimpers. Zij was ook niet gewonnen voor zijn mooie zwarte haren. Maar ze heeft hem getest. Getest met wat? Getest met geld. Met tijd misschien. Ze heeft hem getest op zijn geduld. Over de hele lijn was Mohammed sallallahu alaihi wasallam meer dan geslaagd. Zij zegt zelfs, nadat Nafisa tot bij haar komt, ze zegt, وَهَلْ مِثْلَ مُحَمَّدٍ مِنْ أَحَدٍ. Met andere woorden, is er dan iemand die beter is dan Mohammed? Tuurlijk wil ik met hem trouwen. En dus ze trouwen uiteindelijk. En zoals iedereen ook wel weet, heeft uiteindelijk Mohammed sallallahu alaihi wasallam met haar alle kinderen gebaard. Uitgezonderd één, dat Ibrahim was. Ibrahim, de zoon van Mohammed sallallahu alaihi wasallam en Maria al-Qibtiyya, de Koptische vrouw. Hun kinderen zijn, de dochters waren Zainab en Ruqayya en vervolgens Ummu Kulthum en als laatste Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. En de zonen waren Al-Qasim en daarom zeggen we Abul Qasim, dus de vader van Al-Qasim. Al-Qasim was de eerste zoon en Abdullah was de tweede zoon. Weet dat dit huwelijk dat we nu eigenlijk voor ogen hebben, dat dit langer dan 25 jaar, of liever gezegd 25 jaar, lang zal stand houden. Want het huwelijk zal uiteindelijk eindigen met de dood van Khadija radiallahu anha, waarna de profeet Mohammed sallam zo verdrietig is. Dat de metgezellen zelfs op een bepaald moment zeiden van, we hadden angst dat hij in elkaar zou storten. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam noemt zelfs dat jaar waarin Khadija radhiyallahu anha sterft, hij noemt dat het jaar van smart. Ja? Aamul huzn, het jaar van verdriet. Het is ongelooflijk hoe dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam enorm veel hield van Khadija radhiyallahu anha. En alles met haar deelde. Iemand die zelfs na 13 jaar, na haar overlijden nog steeds enorm veel denkt aan haar. Hij offerde regelmatig
Omwille van haar. Hij offerde kamelen en schapen omwille van Khadija radiallahu anha. En hij dacht enorm veel aan haar. Zoals hij, Isha radiallahu anha, zelf zegt. Ze zegt, ik ken maar weinig momenten waarbij de profeet Mohammed zoals hem het huis verliet, zonder haar te herdenken. Je moet je voorstellen, de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, of liever gezegd, Aisha radiallahu anha, ze zegt van, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakadu yakhruju min al-bayti, hatta, subhanallah, hatta yadhkura as-sayyidha Khadija radiallahu ta'ala anha. Er waren weinig momenten waarin hij uiteindelijk het huis verliet, of hij herdacht Khadija radiallahu ta'ala anha. Fayuhsinu thana'a alayha. En dan op een bepaald moment, dus hij blijft haar maar herdenken en haar goed praten, tot op een bepaald moment Aisha zelf, yani ze zegt, ik werd een beetje jaloers op deze vrouw die eigenlijk al lange tijd gestorven was. Waarop zij zegt tegen hem, hal kanat illa ajuzan. Ja? Zij was toch enkel en alleen maar een oude vrouw. Ja? Qad waraha turab wa qad abdalak Allahu khayran minha. En ze zegt dus tegen hem van, en zij is onder het stof begraven en Allah heeft u beter gegeven dan haar. Waarop de profeet Assam, yani faghadib, hij werd kwaad. Hij werd enorm kwaad. En dan zei hij, la wallahi, ma abdalani Allahu khayran minha. Nee wallahi, bij Allah, hij heeft mij niet beter gegeven dan zij. Met andere woorden, zij was van, ja, je kan haar niet evenaren met niemand. Dan zegt hij tegen haar iets heel moois. Hij zegt tegen haar, ma abdalani Allahu man hiya khayrun minha. Hij zegt, amanat bi idh kafara an-nas wa saddaqatni idh kadhabani an-nas wa wasatni bi maliha idh haramani an-nas. Met andere woorden, zij is degene die in mij geloofde toen de mensen ongeloof in me hadden. En zij is degene die me geloofde toen ik de waarheid sprak en de mensen me uitmaakten voor leugenaar. En zij is degene die me uiteindelijk van haar rijkdom heeft gegeven. Ja? En dan zegt hij, وَرَزَقَنِي مِنْهَا اللَّهُ الْوَلَدْ دُونَ غَيْرِهَا. Want hij was toen nog niet getrouwd met Maria al-Qibtiyya. Dus hij zegt, en zij is degene die me kinderen heeft gegeven en de anderen hebben mij geen kinderen gegeven. En dan zegt Aisha, ze zegt, ik zei toen in mezelf, ik ga er vanaf vandaag nooit meer met een woordje of met iets kleins of groots, ja, uiteindelijk vermelden. Dit wil zeggen, dit is het mooiste wat we eigenlijk terugvinden in het leven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Yani, dat is dat hij uiteindelijk zijn leven heeft gedeeld met deze vrouw. Een vrouw die van enorme waarde was. Maar een vrouw die uiteindelijk ook dit leven zal verlaten. En hij ook het leven heeft verlaten. En we uiteindelijk ook allemaal het leven zullen verlaten. En daarom denk ik dat we volgende keer inshallah ta'ala verder gaan zien naar de laatste voorbereidingen voor het profeetschap. En vanaf dan zullen we zien, dan komen we in Ghar Hira terecht, dus in de grot Hira, waar de profeet Mohammed voor de eerste keer Jibril alayhi salam zal ontmoeten. Een hele reeks, ja, zullen we dan zien van profeetschap, waarin uiteindelijk deze dien, ja, zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt in de Koran, deze dien als een voltooiing zal brengen voor de mensheid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعوه فيجيب أنوار طه لا تجيب.